Tegen wie moeten we? We moeten tegen de superboom. Ah! Hij heeft een sikje. Yo, Nintendo fans. Wij zijn in Kirby en de Vergeten Wereld bezig om Claudia te helpen om Leon terug te krijgen. En ik heb voorbereid. Ik heb namelijk 16 van die bijzondere sterren waarmee we krachten kunnen upgraden. Want dat hebben we wel even nodig. En in de vorige video konden jullie zeggen welke power-ups jullie zouden kopen. En een aantal van die gaan we ook vandaag kopen. We hebben natuurlijk al de Mega Charizard-kracht en de Mega Hamer-kracht. Mega Metanite-kracht hebben we al. Dus we hebben al best wel veel goeie, maar deze prikkerkracht schijnt ook wel goed te zijn. Dus laten we die ook even pakken. Doe jij ondertussen even dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je Nintendo vet vindt. Want dan moet je hier zijn op dit kanaal en zet even het belletje aan als je dat nog niet gedaan hebt. En dan heb ik nu hier de kristalprikker. Oh, maar deze ziet er ook wel weer dope uit hoor. Check dan. Oh, hij is ook wat sneller of zo. Oh, en hij schiet nu kristallen als je hem loslaat. Ja, vet. Verder denk ik dat het ook wel goed is om de checkerang, dus de boomerang, even te upgraden. En ja, hij ziet er niet super cool uit, maar we zijn nu een zaag geworden. En dat ziet er dan zo uit. Oké. Ja, het is een stukje groter geworden. Je kan jezelf best wel goed beschermen. Zoals je ziet, je gooit gewoon allemaal zagen om je heen. Lekker dit. Oké, de volgende is de bom. Nu hebben we de geleidebom. Eens even kijken hoe dit werkt, hoor. Dan hebben we daar een bommetje. Oh, die rijden gewoon naar hun enemies toe. Oh, dat is super sick. Dan kan je gewoon overal nu bommen gaan. Oh my gosh. Deze is zo goed. Deze is echt heel goed. Ja, zelf ben ik ook nog wel benieuwd naar deze windkracht, de tornado. Die moet ik volgens mij zelfs nog twee keer upgraden. Eerst naar de Fleur Tornado. Ziet er al leuk uit. Of is dit het? Ik weet het niet. Dus even kijken hoor. Oeh, we zijn een supersnelle tornado. En dan, ja, dan aan het einde dan doe je nog een soort van damage dingetje. Zo. Hop. Pop. Ja, oké, weet je wat? En voor de fun pakken we de avonturier ook even mee. Maar die moeten we ook nog twee keer upgraden. Je hebt hier de edele avonturier. Maar dan heb je hier dus ook nog de ruimteavonturier. Ja, en dan zijn de sterren wel op. Deze Kirby is vet. Deze ziet er gewoon al super grappig uit. Hallo, mijn naam is Kirby. Oh my gosh, en ik schiet keihard. Oké, deze is grappig. Maar eigenlijk wil ik deze meenemen. Deze is volgens mij echt heel goed. Oké, dat zijn alle upgrades. Nu gaan we weer snel proberen om een stuk van de ziel van Leon te verzamelen. En dat doen we hier op de isolatie-eilanden. De eerste hebben we al gedaan. Nu gaan we door naar de tweede. De Vergeto Bay. En daar moeten we 48 stukjes zien te vinden. Yo, je ziet hier al gelijk 3 stukjes rondzweven. Wat gebeurt er? Er gaat gelijk van alles fout. Ik wil mijn bommen terug. Ik ben blijkbaar nu gelijk al geraakt. Niet oké. Oké, hier is stukje 1. Oh, wacht. Ik heb een sneeuwman nodig. Nee, niet de sneeuwman kapot maken. Die had ik nodig. Ik moet namelijk deze blokken allemaal kapot maken, zodat ik deze kan pakken. Nou, misschien moeten we dan toch maar even de sneeuwman houden. Blijkbaar hebben we die nodig in dit level. Daar is de volgende. Boven de draaikolkie. En hier bij deze mega walvis walrus is er nog één. Ja, deze kracht hebben we dus nog niet geüpgraded. Dus dit duurt best wel lang voordat hij een keertje kapot gaat volgens mij. Maar hij is kapot. Lekker. Ja, we hebben duidelijk de sneeuwman hier nodig. De sneeuwman kan hier namelijk gewoon lekker opsurfen en lekker alle vuurtjes kapot maken. Misschien dat we nu wel de checkerang bang man nodig hebben. Die hebben we net wel geüpgraded. Nu zijn we een zaag. Lekker. Let's go. Hier, lekker dit eten en dan... ja, dit pakken. En dan hier de baas verslaan. Hier, ik heb checkerang, bang, 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 bang. What the fluts, wide edge, je gaat kapot, jongen. Je gaat helemaal kapot, jongen. Jeetje, wat heb jij in reach trouwens. Niet normaal. Ja, ik sloop je, jongen. Ik sloop je. Ik maak je helemaal stukkie. Dag, mazzel. Mag ik voor jou misschien een paar stukjes ziel? Oh, niet? Oh, wel. Oh, maar dan gaan we voor de Metanite-kracht. Die kunnen we gewoon meenemen. En hier nemen we de ziel mee. En hier hebben we alle zielen verzameld. Alle stukjes ziel van de koning. Nou, ik neem toch lekker deze mee. Dit vind ik toch veel leuker. Zit hier nou een gouden vis of zo? Ik zag een gouden vis. Jeetje, wat is dit? Mega muntje. Oké, let's go. We gaan door. Op zoek naar de volgende stukjes ziel. Hopelijk gaan we hier niks missen. Ik zie nog niks in ieder geval. De zaagboomerang maken we hun helemaal kapot. Laat ik eventjes wel in de hoeken gaan kijken van dit veld. Want ik vertrouw dit niet, hè? Ik vertrouw dit allemaal niet. En ik heb het gevoel dat we misschien hem wel mee moeten nemen. Hahaha. Lekker Kirby. Gaan we eerst eens eventjes even healen. Want we gaan even lekker een tukkie doen met deze slaap Kirby. Wat rusten. Ja, oké. Snel. Ja, oké. Ik wil wel... Ja. Deze wil ik weer terug. Dankjewel. De ruimteavonturier. Let's go. Kijk, ik zie daar in de lucht alweer zo'n doel hangen. Zo'n soort van dartboard-achtig ding. Tjoo!
We elektrocuteren iedereen. Deze moeten we sowieso gaan schieten, denk ik, voor een stukje ziel. Ja, kijk. Hoppakee. Daar hebben we er weer één. Stukje nummer 10 al. Wat ze vlot. Die kapot maken. Hieronder de brug zit er ook één. Zo, die nemen we ook gelijk mee. Dan maken we hem kapot. Top. Dan maken we hem kapot. Oh, of niet? Ik dacht het, maar niet. Hier zit ook wat verstopt. Jeetje, in de kistjes opeens. Oké, ik moet ook kistjes kapot gaan schieten. Alles moet kapot. Hier is een muntje. Geen stukje ziel hier? Had ik wel verwacht. Wel daar een dingetje. En dan komt er toch een stukje ziel voorbij. Ja, we moesten dat ding kapot schieten. Zoals we hier alles kapot moeten schieten. Hoppakee, elektrocuteren die handel. Krijgen we hier nog een stukje ziel? Want we hebben iets gemist. We hebben ergens een stukje ziel gemist. Anders hadden we al een melding gehad. Oh, kijk, daarachter. Kijk, 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 kijk. Lekker. En dan? De kraan gaat omhoog. Oh, goud. En een schat. Ja, is allemaal leuk met die schat. Maar ik wil een stukje ziel hebben. Ah, hier zitten er gelijk 3 in. Nice. Maar is er nog steeds niet alles? We hebben dus echt nog steeds iets gemist. Oké. Maar waar dan? Zeker weer ergens naast. Oh, kijk hier. Haha, hier bovenop. Zo, maar die had ik net echt niet gezien inderdaad. Oké, we zitten nu op 17 van de 48. Dit is echt een leuke power-up, man. Lekker alle enemies elektrocuteren. Daar staat een Charizard, man. Misschien heb ik Charizard, man, nodig. Jij staat daar niet voor niks, denk ik, Charizard, man. Let's go. Oké, wat hebben we hier? We hebben hier stekel, man. Hé, doe eens normaal, joh. Stekel, man. Hier kunnen we lekker happy eten. Hier hebben we bommen, man. Daar hebben we een stukje ziel bovenop zitten. Ah, die gaan we wel pakken hier. Die gaan we zeker pakken hier. Lekker. Nummertje 18 alweer. Daarboven is een stukje ziel. Ja, top. Die hebben we ook te pakken. We gaan lekker. We gaan heerlijk. Kijken waar het volgende stukje terechtkomt. Hier misschien? Ja, kijk. Hoppakee. Daar zit er ook één. Want ik zag de sterretjes daar zo. Daar in de hoek zit een bom. Eens even kijken wat er gebeurt als we die aansteken. Ja, er zit ook weer een stukje ziel. Lekker, man. We gaan goed. We gaan lekker. Hier naar boven. Rustig aan. Gaan we hier naartoe. Hier achter de lianen zat er één. Hier aan de overkant zit sowieso wat, denk ik. Dat moet wel. Oh, oh, pas op, Kirby. Ik heb er altijd zoveel moeite mee als ik opeens begin te vliegen. Hier naartoe, denk ik. In de schat. Ja, daar zitten er gelijk 3. Lekker. En dan hebben we ze hier ook allemaal verzameld. En zitten we in totaal al op 25. Ah, dit gaat hard. Dit gaat heerlijk. Pakken we weer het sterretje. En dan gaan we hier ijsmeneer eens eventjes pakken. Zo. En dan gaan we eens even lekker een stukje... Ja, lekker een stukje beetje cruise of zo. Kijk, hier hebben we er weer eentje. Top. Oh, oh, oh. Jeetje. Hier bovenop zit er weer één. Die hebben we ook te pakken. Oh, zie je? Oh, hier zit er één. Die had ik echt bijna gemist. Die was echt verdekt opgesteld. Oké, wat zit hier allemaal? Hier een kistje. Daar zit lekker proteïne shake in. Hier zit een knoppie. Hier zit iemand. Hier zit een knoppie. En ja, daar maken we deur mee open. Maar ook hieronder zitten 3 zieltjes. Kunnen we ons zo laten meeslepen. Lekker. En dat is het denk ik voor dit stuk. Yes. Oké. Oh nee, dat is het niet voor dit stuk. We moeten deze enemy verslaan. Want alle enemies... Oh. Oh, 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 oh. Oh, Kirby. Waar ga je naartoe, joh? Maar alle enemies die dus zo'n schaduw hebben... Die hebben ook een dingetje. Een dingetje. Een stukje ziel. Ik zit er lekker in, jongens. Ik zit er heerlijk in. Ik ga niet zo lekker. Ik word echt veel te veel geraakt. Eens even kijken, hoor. Wat kunnen we hier allemaal doen? Knopje indrukken. Daarachter kunnen we een zieltje pakken. Hier zo. Ik wil nog niet door, want ik denk dat er hier nog meer zit. Daarboven is nog een knopje. Hier zo. Ja, kijk. En daar zit ook een stukje ziel. En dan hebben we alles in dit gebied. We hebben dus toch blijkbaar niks gemist. Lekker. En door. Let's go, Curbs. We gaan hier naartoe. Door de buis. Een lekker schaatsen, jongen. Kijk hem gaan, joh. Hij heeft het helemaal naar zijn zin hier. Hey, Monkey Man. Jij bent van mij. Oké. En hier, wat zit hier? We zien hier in ieder geval een hoop wind. Ik ben benieuwd of we alles in één keer gaan vinden. Ik ben een beetje bang toch dat we wat gaan missen hoor, jongens. Even heel goed opletten. Ik zie nog steeds niks. Ik zie hier wel een bom. Die wil ik pakken. Dan hebben we hier een eerste stukje ziel. Moeten we nu hier naartoe? Voorlopig zie ik nog steeds niks meer. Een kers, hier een stukje ziel. Cool, 2 kloobobbussen. En hier. Hier moet ik naar boven. Maar hoe? Hoe ga ik hier naar boven? Ik wil daar naar boven. Ik wil dit pakken. Dat had ik zeker eerder moeten bedenken. No! Die heb ik nodig. Tenzij... Nee! Nee! Kirby, oké, ga maar even hierin. Ga maar even af. Nee! Nee! Oké, kan ik dit alles skippen en nog een keer doen? Want ik vind dit een beetje naar. Ik mis nu echt van alles en nog wat. Moet ik nou heel dit level opnieuw doen? Omdat ik die mondvol ding heb gemist of wat? Nee, kijk. Je kan hier gewoon nog een keer opnieuw doen. Top. Let's go. We gaan opnieuw. Dat had inderdaad een beetje lullig geweest. Moet ik wel echt goed opletten dat ik straks die mouthful ring kan pakken. Oh, wacht. Ja, ik weet het al. Je moet natuurlijk die trap gaan pakken.
hier links. En dan kan je waarschijnlijk nu met die trap... kan je wel lopen. Ja. Oké. En dan kan je hier deze ring pakken. Kan ik dan... Ja, ik kan niet tegen de richting inlopen. Dus alles moet goed gaan. Hier kan ik wel even wachten. En dan gaat deze open. Ja, oké. Deze guy weghalen. En dan hier blazen. Ja, cool. Dan gaat deze open. Jeetje, je moet het wel echt goed doen. Als je één foutje maakt, dan is het klaar. Hier is nog een windmolen. Die gaat ook open. Dan is daar een nieuwe windmolen. Die hebben we ook. En dan kunnen we hier doorheen. Ja. Oké, rennen maar. Rennen. Lekker. En dan hebben we hier deze. Oh, en dan ging ik in het water. En dat was blijkbaar niet de bedoeling. Nu heb ik dus deze windmolen. En dan? Oh, dan daarachter. Ja, daarachter zijn nu drie bolletjes die ik kan pakken. Maar ik denk dat hier misschien nog wel meer zit, hoor. Eens even kijken. Of zijn dit de laatste drie? Nee, er zit hier zeker nog wel meer. Dat moet wel. Misschien moet je hier alle vijanden slopen of zo. Of alle muntjes pakken. Even kijken. Nee, dat is het niet. Niet alle muntjes pakken. Ja, hier zit nog een enemy. Hier zit nog een enemy. Jij zat verstopt, vriend. En dan hebben we dus alle fragmenten op deze plek ook verzameld. Ja, dit was wel een lastige. Er was geen ruimte voor foutjes of om iets te vergeten. En dan gaan we nu naar de baas, denk ik. In de tweede level. Voor Leon's zielen. Eens even kijken. Oh, nice. Dit vind ik wel leuk, dat deze ertussen zit. We gaan lekker schieten, jongens. Tegen wie moeten we? We moeten tegen de superboom. Ah! Hij heeft een sikje. Geweldig. Heel vet. Oh, het zijn de superbommen. Oh, ik wacht. Ik wist niet dat het bommen waren. Ik dacht dat we die dat schieten hadden. Oh, deze bommen kunnen ook die gigantische stenen kapot maken. Oh, dat is wel sick. Oh, nee. Mijn power-up. Geef me mijn power-up terug. Geef me mijn... Nee. Shit. Daar gaat mijn power-up, jongens. Geef hem terug. Ah, gelukkig. Oh. Lekker. Lopen schieten. Deze boom is wel sick, man. Freaking boom. Hou eens op. Ah, hij gaat me wegblazen. Wow. Wat gebeurt hier? Hij heeft een of ander sick dolf gemaakt. Ik moet via de rechterkant zo te zien. Heel sick. Maar kan ik mijn bommen gewoon naar hem toe gooien? Ik dacht dat mijn bommen zeg maar hem zouden opzoeken. Maar dat doen ze niet echt. Er moet toch wel iets meer in de buurt zitten. Oké, wat ga je doen? Oh, daar zijn ze weer. Daar zijn ze weer. De tentakels. De tentakels. Daar gaat hij weer. Oh, wat is dit? Wat heeft hij allemaal voor gekke... Hoe ga ik... Dat kan ik toch niet afweren? Wat is dat? Hoe ga ik die afweren? Dat is onmogelijk. Het gaat helemaal fout, jongens. Ah, daar komen de tentakels. Let's go, je kan hem hebben. Let's go, je kan hem echt hebben. Denk ik. Even nog een klein beetje... Ja, lekker! We hebben hem. Maar die ene aanval met dat hoge rook. Hoe dan? Hoe kan je dat ontwijken? Dat is niet te doen. Maar ja, boeien. We hebben hem verslagen. Lekker. Mag ik die duimpjes omhoog? En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even. Ik vind dat als jij niet geabonneerd bent en je hebt tot einde van deze video gekeken... en je hebt gezien hoe deze boom met een sikkie kapot ging... dat je sowieso even moet abonneren. Volgens mij, ja, hebben we weer alle stukjes van de ziel gevonden. Lekker. We kunnen weer door naar het volgende level. En dat gaan we doen in de volgende video. Dus doe die dingen. Duimpjes, abonneer. En dan zie ik je gewoon daar. Mazzel!